Ik ga met Danielle weer de hort op. Wat mag Marcel niet weten, dus daar hou ik mijn mond over. Maar jullie gaan wel mee. Dan ga ik kinderen van mij. Lieve vrienden, daar zijn we weer. Maar nou ben ik mijn telefoon weer kwijt. Mag ik mijn telefoon even? Want ja, we leven vandaag op, ja, schrik niet, op zaterdag 13 april. En we leven om 7 minuten overeen. De meisjes zijn al uit geweest. De wacht is op Danielle. Want ja, die zijn er al. Maar Danielle heb ik even naar boven gestuurd. Maar Marcel die zit nog wel bij me. Ja. En ja, die kijk ik jou straks wel geven. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja, ik ga met Danielle weer de hort op. Wat mag Marcel niet weten, dus daar hou ik mijn mond over. Maar jullie gaan wel mee. En dat komt apart van de dagvlog. Want dat komt weer bij een andere vlog. Een speciale vlog. Een mooie, speciale supervlog. Ik zie weer een haar hangen. Weg met die haar. En weer een haar hangen naar mijn horloge. Ik zie overal haren. Ik zie ze vliegen, geloof ik. Maar in ieder geval. Ik heb Karin vannacht ook nog gesproken. Die was even een beetje pissoft. Er zaten van die, hoe noem je die nou? Activisten voor klimaat en kolen en weet ik veel wat op de weg. En dat meisje woont naar huis. Ja, want ze was moe. Ja, nou ja. Ze moest even omrijden. Kan je ook niks aan doen. Nee. Dat moet je even voor lief nemen. Maar die lui, waarom gaan ze niet wat nuttig doen, hè? Ga werken. En als je nachtmens bent, ga je s'nachts werken. En dan kan je overdag slapen. Ik noem maar wat, hè. Ja, je weet niet. Maar in ieder geval, doe wat nuttigs. En laat het klimaat met rust. Want er is niks aan de hand met het hele klimaat niet. Want onze moeder natuur, de aarde, doet dat zelf. Die herstelt zichzelf. Er is niks aan de hand met het klimaat. Er is niks aan de hand met de ozonlaag. Er is niks aan de hand met weet ik veel wat nog meer voor onzin wat jullie daar uitkramen. Er is niks aan de hand. Leef je leven. Ga werken, verdien geld, doe iets fatsoenlijks, maar hou de andere mensen niet op. En dat doen jullie wel. Ja! Niet normaal meer. Maar oké, lieve vrienden, ik hoor Danielle alweer aankomen. Daar komt ze. Hi! Hallo, goedemiddag. Dus wij gaan de hort op en jullie gaan gezellig mee. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei! Veel ballen. Ja, lieve vrienden, ik hoor muziek. En daar gaan we even op af. We gaan even erop af. Lieve vrienden, ja, we zijn weer helemaal heel uit thuis gekomen, Danielle en ik. Ook heb ik een bosje bloemen gekocht voor mijn geliefde mannetje weer en mijn schoonmoedertje en de rest van de familie die mij voor is gegaan. Wat zijn het eigenlijk? Kranjetjes, geloof ik. Maar ik vind de kleur mooi, ja, ik geloof dat Anjetjes binnen. Maar ik vind de kleur gewoon heel erg mooi, of niet dan, Danielle? Ja, dat is mooi. Ja. En we zijn geslaagd, ja, en dat weten jullie. Ja, jullie waren erbij en jullie keken ernaar. Ja, echt wel. Ook hebben we een koekje bij de koffie, maar die mag Danielle niet, maar die heeft wel een kano. Ja, daar ligt hij op haar schoteltje. Wij hebben wel een mergpijpje. Jazeker. Lekker.
Daar zit een bedelaar op sokken die het niet mag hebben. Hè, bedelaarster. Ja. En we gaan eerst even genieten van een bak koffie. En daarna moet ik achter de computer de kruipen voor die twee lieftallige mensen. Ja. Ja. En dan gaan we verder bekijken hoe en wat. Wat moet jij? En wat moet jij? Oeh. Heb ik een hond geaaid? Nee. Nee, ik heb geen hond gehad en ook niet een kat. Heb je wel een hond gezien? Ja. Twee, geloof ik. Ja, en nog een kleintje, maar die liep te ver weg. Maar die grote hond, dat was wel een mooie. En die andere grote met dat jasje om. Ja. Waar we tekst op stond. Dat was een hulphond, mag je niet aaien. Oh ja. Dus, ja. En is je afgeleid. Ja. Dan mag je niet aanraken. Hé, lekker ding. Ja. Lekker ding. Ja, ik ben in een vreemde geurwinkel geweest. Ja, ruik maar. Allemaal geurtjes, maar niet onder geurtjes, andere geurtjes. Maar oké, okay, ja. Oh, mannengeur. Oh, maar in ieder geval, ook ja, daar moet ik ook nog voor kijken, voor jou boven. Maar in ieder geval, dat komt alleen wel goed. Ja, dat komt, zover zijn we nog niet. Nee. Nee. Dus, maar dat komt helemaal wel goed. Hé, kleine meid? Ja, ja. Ja. Of niet dan, Elwin? Ja, ja. Ja. Zeg maar ja tegen het leven. Jo. Nou, toen liet ook eens. Zo, lieve vriend, ik hou het even kort, want er is nog maar één streepje. Ja. Dus ik zeg vanaf deze kant, welterusten, lekker slapen, gezond weer op. En ja, jullie weten het allemaal, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!